Hij gaat tegen de stroom in. De kudde heeft hem uitgestoten. Of heeft hij de kudde verlaten? Dit zwarte schaap doet niet meer mee. Ik vind als televisiemaker, criticus, regisseur vind ik het een zeer talentvol man. Maar als mens vind ik hem in en in slecht. Een beest, een door haat vervuld mens. Arrogante, bevooroordeelde, angstige tv-presentator. Ik denk zijn afkomst. Ik denk dat het toch te maken heeft met Vincent van Gogh. Dus hij is voortdurend bezig iets grootser te doen dan zijn oor af te snijden. En je kan hem al 100 meter in de verte aanzien komen. Oh god, er komt hij weer aan. En altijd die hik van de drank, want het hele lichaam puilt uit van alcohol. Vergeet dat niet. Hij blijft toch overeind. En kan toch steeds een gesprek voeren. En die twee uitersten, die ergeren zo. Die uitersten. Dat ergert de mensen. En toch willen ze het graag zien. Want ze vragen hem allemaal weer. Rebel Theo van Gogh. Het leven overeind. Goedenavond, het zwarte schaap van vanavond, Theo van Gogh. Bekend als filmmaker, columnist, tv-presentator en programmamaker. 43 jaar geleden in Wassenaar geboren. Als verre nazaat van de beroemde schilder Vincent van Gogh. Nee, je mag blijven roken van mij hoor, dat is helemaal geen probleem. Waarschijnlijk zou zijn carrière iets anders verlopen zijn als zijn grootvader in 1962 niet een gulgebaar naar de staat der Nederlanden had gemaakt, want hij schonk 300 schilderijen en 600 tekeningen met een geschatte waarde van ongeveer 6 miljard gulden. Theo van Gogh vindt dat satire geen grenzen heeft en brengt dat naar hartelust in praktijk. En daardoor heeft hij niet alleen vrienden, maar ook hier en daar een enkele vijand verwekt. Vanavond ontmoet hij een paar van zijn critici. U allen hartelijk welkom. Theo van Gogh ook hartelijk welkom. Wat zie je er geroerd uit? Ja, dat er maar geen misverstand mag ontstaan bij de kijkers thuis. Het is niet zo dat ik nu al overman ben door ontroering. Maar ik heb de afgelopen dagen op het water gefilmd en heb daarbij een oogontsteking opgelopen. Het filmvak is een zwaar vak en vandaar dat ik een beetje zit te tranen. Ik dacht zal ik met een zonnebril komen, maar dat is ook zo deftig niet waar. Dus. Ik heb ook niet uit de tijd. 2 weken geleden is het al afgelopen daarom. Met die brillen. Ja. Je bent bezig met filmen. Baby Blue heet ja. Die film. Kun je even kort vertellen waar die film over gaat? Het gaat over een vader en een dochter die als echtpaar door het leven gaan en een kind willen krijgen. En daartoe op pad gaan. En daar zit ook een ski met een levensverzekering bij. Het is een psychologische thriller, zoals dat heet. Een dure film? Ja, 6 miljoen gulden. Wanneer is de première? Februari. Gaat goed? Ik dacht het wel. Het is je 10e... film, bioscoopfilm, heb ik niet over de tv-films. Tenminste, als ik goed geteld heb, 1981 was de eerste Luger. Dit zou je 10 ja, het zijn er wat meer geloof ik, maar de meeste zijn in groot gebrek aan aandacht voorbij gegaan. Dus dan raak je gauw de tel kwijt natuurlijk. Ik heb zelfs een aantal geteld waar ook 433 kijkers waren of bezoekers waren. Ja. En die tijd zijn bij die 10 geteld. Maar het zijn er heel erg veel. En dat te bedenken dat je, ik geloof iets van 20 jaar geleden toelatingsexamen deed. Filmacademie Amsterdam, ja, daar afgewezen leefde, werd. Daar leefde ik een filmpje in en dat hadden ze gezien. Toen zei ze, wie is uw psychiater? Dus dat was dan weer dat. Zeggen ze dat nu nog steeds? Ja, regelmatig. Als je kijkt naar het nieuwe thema van je nieuwe ik film? Ik hoef niet meer naar de filmacademie, dat scheelt natuurlijk. Maar was het een blunder van die filmacademie? Nee, dat denk ik niet, want de filmacademie moet zo uniform mogelijke leerlingen hebben. En niet mafkezen die eigenlijk niet precies weten wat film is, maar die maar een gooi doen. Dus die filmacademie pretendeert vaklieden af te leveren. En als ik iets ben, is het geen vakman. Omdat ik langzamerhand wel veel ervaring heb natuurlijk. Ik heb ook veel televisiedrama gedaan en zo. Maar dat is niet waarom ik graag een film wil maken. Ik ben geïnteresseerd in het acteren en in de dialoog en niet zozeer in wat er verder gebeurt. Dus daar hobbel ik een beetje achteraan. Maar dat zou betekenen dat als je nu weer examen zou doen, dat je weer afgewezen wordt? Ja, terecht waarschijnlijk ook. Blunders. Die van je opa. Het is wel een groot en gul gebaar geweest. Nou ja, kijk, mijn familie komt uit de SDAP, dus dat waren gelovige socialisten. Mijn opa had zelf veel geld verdiend. En ze hebben er 15 miljoen gulden voor gekregen. Voor het hele, die 300 schilderijen en 600 tekeningen. Dus ik ben in welstand opgevoed. En ik denk nog wel eens, ja, ach, wat heb jij te klagen? Niks natuurlijk. Alleen, er zijn momenten dat ik voor me zie, al dat geld,
al dat geweldige geld, al die schilderijen die in bruikleen hadden kunnen worden gegeven. Dan verkoop je één schilderijtje per 5 jaar, dan kan je weer een tijdje voort met het film maken, nietwaar? Dus... Je zou er films van maken? Ja, dat denk ik wel. Dus daar denk ik dan wel eens over. Nou, maar eigenlijk is het maar grotere films, ik bedoel, zou je carrière inderdaad anders verlopen zijn als je dus meer geld had gehad, omdat opa niet zoveel schilderijen... Nee, ik denk als er meer geld was geweest, dat ik er gauw van afgehaald was ook. Want de vrijheid die je koopt door zelf je films te produceren, met je zelf verdiende geld of low-budget films te maken, mag je niet onderschatten. Ik heb nu de gelukkige omstandigheid dat ik een redelijke budgetfilm maak, waar ik wel min of meer vrij ben om te doen en te laten wat ik wil. Ja, maar nu, maar je staat natuurlijk bekend om de cultfilms ook, hè? Ja. Waar het geld moest bijeenschapen. Ja, dat is vaak zo gegaan. Ja, maar als je heel veel geld had gehad, had je dan andere films gemaakt? In mijn natste dromen denk ik wel eens, ja. Maar of het echt zo is, misschien wat ik zeg was een keer eerder vanaf gehaald. Je bent een columnist. Ja. Je hebt heel wat werkgevers gehad waar je allemaal ontslagen bent of met een conflict weggegaan. Ja. HP De Tijd, Panorama, Nieuwe Revue, Parool, Sport International, Folia. HP De Tijd. Ja, ik moet het lijstje wel compleet maken. Is hij nou compleet dan? Nou, zo ongeveer wel, ja. Wat gaat er steeds mis? Nou, het zijn altijd... Er wordt me vaak verweten dat ik op relletjes uit ben. Dat is in het algemeen niet zo. Want de relletjes die er zijn geweest, die zijn mij overkomen. Nou, dat zit te makkelijk. Als ik voor het Parool een column schreef over Joris Ivens, die eindigde met de woorden: er wordt te weinig overleden. Dan kwam het Parool om 2 uur uit en om 1 uur was Joris Ivens overleden. Je kan mij toch niet verwijten dat dat ook bij de opzet van de column hoorde. Dus ik heb altijd opgeschreven wat ik dacht dat ik moest opschrijven, omdat dat mijn mening was. Ja, waarbij en dat leverde mensen... heftige conflicten. Ja, soms. Ja, behoorlijk, omdat je mensen natuurlijk wel heel erg hard soms neerzet. Je houdt op zich ook wel van scheldkanonades, van typeringen. Je hebt... de profeet Mohammed genoemd als de geitenneuker uit Mekka. Nee, de geitenneuker van Allah. Van Allah zelfs. Ja, je moet wel juist citeren natuurlijk. Ik dacht dat ik jou citeerde. Nou, andere citaat. En ik heb Jules Crezet, de jodelaar van Charleroi genoemd. En zo kan je nog een hele lijst bij je bedenken. Tineke, om een idee te geven voor de mensen die jouw columns niet hebben gelezen. Tineke, de waggelende wigwam met kropgezwel. Jouw oud-jeugdvriend Tom Hofman, wandelend vaselinevat. Onze nieuwe Maxima, een opgewekte snol. Hoe gaat dat bij jou? Ik bedoel, ga je achter die computer zitten al boos en woedend? Ik ben helemaal niet boos of woedend. Ik ga achter die computer zitten en ik ga gezellig zitten typen. En dan is het vooral... komt dat eruit? Ja, de verliefdheid op de formulering soms en kijken of een zin goed loopt. Ja, en verpakt in de mening natuurlijk. Want dat is waar columns uiteindelijk over horen te gaan. Maar de stijl helpt wel. Ja, maar het is soms heel erg op de man of de vrouw gespeeld. Ja. Ik vind dat ze het dan verdienen. Wat mij dan opvalt is dat je, dan verdienen ze dat, dan schrijf je daar een keer over. Je kunt over twisten of ze dat verdienen of niet, maar dat doen we straks. En wat dan opvalt bij sommige mensen is dat je ze heel erg lang achtervolgt. Ja, vrij hardnekkig. Ik heb 2 jaar tegen meneer Brand Korstiers geschreven, die ook 2 jaar tegen mij schreef trouwens. Dat waren een soort schotenwisselingen waarop het laatst niemand meer kennis van nam, want iedereen wist het wel zo ongeveer. Maar dan is het inderdaad de vreugde van, ja... Dus dan ga je mijn telefoonnummer in de krant zetten en dan Arabische tekens erbij, illegaal een huisvestingscentrale. Weet je, omdat dat een politiek correcte manier is die iedereen van racisme beschuldigt. Dus dan ben ik altijd heel benieuwd hoe die mensen zich gedragen als ze inderdaad voor de keus komen te staan. Neem ik een illegaal in huis. Ja, maar als je dat vindt, dan kan ik me voorstellen dat je dat 1 of 2 keer opschrijft, maar niet jaar na jaar na jaar. Maar waarom, die meneer heeft toch ook jaren tegen mij geschreven, waarom zou ik niet terug mogen schrijven? Begrijp ik niet. Leon de Winter, Sonja Barend. Dat zijn mensen ook die je voortdurend altijd in je columns weer noemt. Ja, maar ik heb 9,5 jaar voor de rechter gestaan dankzij een aanklacht die Sonja Barend tegen me indiende namens het Joodse Volkstel. Ik heb ook gezegd toen ik hier kwam, ik wil graag Sonja Barend hier aan tafel hebben dan, want laat die maar eens gaan uitleggen waarom zij in de oorlog beter zou zijn geweest dan ik, om maar eens wat te noemen. Helaas, ze wou niet komen, want ze werd te emotioneel als ze me zag. Ik zoek altijd de dialoog, het is jammer dat anderen maar, dat niet doen. Maar snap jij die emoties? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld... Nee, begrijp ik niet. Nee, maar als je bijvoorbeeld over Sonja Barend schrijft, hè, daar heb ik hem in gelezen, in jouw laatste, De Gezonde Roker. Ja. Het gaat over die officier van justitie die een rol volgens mij heeft gespeeld in... Die mij jaren achtervolgd heeft, jazeker. Maar wat je dan schrijft, de kop is geloof ik laat 1000 champagnekurken knallen. En vervolgens schrijf je ergens, mogen er een hel zijn, dan hoop ik dat hij nog lang zal branden en dan staat het... En nu mevrouw Barend nog, jazeker. En? Nou, dan snap ik waarom iemand zegt, daar ben ik mee uitgesproken, daar hoef ik niet mee te praten. Zij is toch naar de officier van justitie gestapt om me voor de rechter te halen? Ik toch niet? Ik heb toch alleen maar een stukje geschreven?
Maar het is al zoveel jaren na dato. Waarom blijf je dan? Hoe moet de varen nou de oorlog winnen als Sonja Barend hier al niet durft te komen? Ik krijg spit in mijn rug van het buigen voor de pygmeeën. Maar het is geen sterke vertoning dat ze hier niet komt natuurlijk. Maar je begrijpt dus niet dat op een gegeven moment iemand zegt... ik heb geen behoefte meer om daarmee in gesprek te raken. Nee, vind ik nog een laf eigenlijk. Je vindt het laf? Ja. Als je schrijft... Als je zoiets dus schrijft, hè, bijvoorbeeld over zo'n Sonja Baart, steeds maar weer. En je zit achter die computer. Gebeurt er dan in je kop? Ik bedoel, dat is, moet meer zijn dan opzet. Er moet een venijn in zitten. Ja, Sonja heeft geprobeerd mij kapot te maken en dat is niet gelukt. Maar dan is het natuurlijk leuk om er nog even aan te denken. Wat dacht je? Geldt dat dan voor andere mensen ook? Niet voor iedereen, maar voor sommigen, ja zeker. Als je iemand niet meer mag, dan maak je hem dood, bij wijze van spreken. Nee, met de pen. Met de pen, hoor. Ik schrijf een stukje over iemand. Laat iemand maar terugkomen dan. Zo eenvoudig is het, toch? Vind jij dat je volledige vrijheid van meningsuiting moet hebben? Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat dat het enige is wat ons onderscheidt van de jungle. Als er zo gauw vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt, is het afgelopen met... het gezonde publieke debat. Er staat geen zin in de wet. Vind je dat, die grenzen die zijn Nederlands. Die zijn door de Stalinist Joop Wolf van de CPN ingevoerd. Gij zult niet discrimineren is een van de grondwetsartikelen geworden. In Amerika, het ligt in baken van de vrijheid, wordt wat fanatieker gedacht over die vrijheid van meningsuiting. Juist voor de mensen die niet welgevallig zijn. Dus juist voor de mensen van de Ku Klux Klan of noem maar op. Juist die mensen moet je vrijheid van meningsuiting geven. Want dat zijn, als dat al je vijanden zijn, dan zie je ze tevoorschijn komen. In plaats van dat het ondergronds voortwoekert. Ja. Maar vind jij dat je houdt aan de grenzen die onze Nederlandse wet heeft gesteld aan die vrijheid van meningsuiting? Oh, dat interesseert me helemaal niet. Ik schrijf gewoon op wat ik denk. En misschien kun je even een nummer van het discriminatiemeldpunt onder in beeld laten doorlopen. Dan kunnen de mensen vast gaan bellen, want het is een mooie traditie in Nederland. Die dateert uit 40-45. Dat je gaat opbellen over je buurman. Dat moet je vooral niet doen, want dat vind je alleen maar leuk. Ja, zeg, daar zitten jouw criticasters van vanavond. Ja. Die peers is, wat ben je goed in? Nou, de meeste ken ik niet, zou ik zeggen. Mevrouw Fatima ken ik niet, mevrouw Solange ken ik niet. Mevrouw Plug heb ik de eer wel te kennen, maar ach. En dan is er Martin Ros, Matthijs van Heiningen en Ruud Verdonk. Nou ja. Nou ja, wat? Ja, nou, zulke keurige, opgewekte burgers. Wat heb ik daarvan te duchten? Niks, toch? Groot teken van tegenspraak. Een uitstekend debatleider. Een goed bespreker van boeken. En hele hevige en heftige polemicus die tot het laatste, tot het eindje van de punt gaat. Dat is niet niks. Hij kan wel wat, maar hij versnippert zijn talent en dat vind ik jammer. Maar goed, hij gaat nu een echte grote film maken. Ik heb begrepen dat hij net 6 miljoen gekregen heeft voor een grote film. Dus dan kan hij eindelijk zijn hypotheekjes aflossen. En een behoorlijk salaris opstrijken. Dus hij hoeft ook niet meer die belachelijke programma's te maken voor Veronica. Dus ik ben benieuwd wat hij daarvan maakt. Ik denk iemand moet die zo dit soort praktijken uitvoert, zo denkt. Ik vind hem echt zielig. Ik denk die man, die kan zoveel meer. Die man heeft zoveel talenten. Waarom dit iemand aandoen? Zonde, doodzonde. Het laatste wat ik heb gezien van hem ging over islam en over meiden op school die een gebedsruimte hebben aangevraagd. Nou jongen, daar kwam het Midden-Oosten aan te pas en Israël en de Hezbollah en de fundamentalisten in Algerije. Ik denk, gast, je bent gestoord. Dat zijn Amsterdamse meiden die wonen in Amsterdam-West of in Amsterdam-Zuid en die willen een gebedsruimte. Waar heb je het over? Die maken zich meer druk wat wij hier in Amsterdam in de politiek doen dan wat er in die Midden-Oosten gebeurt. Maar ja, dat soort domme, niet gerelativeerde uitspraken, die gooit hij dan zo op de buis. En dat Veronica er nog achteraan gaat, ja, het is helemaal stom. Maniacale gelijkhebber gaat tot het uiterste om het grote menselijke leed achter zich voor te sprokkelen. En daar zelf dan van te profiteren. Het is een man die altijd door een gaatje in de muur wil kijken wat daarachter gebeurt. En dat stiekem doorgeven aan het volk. Het is iemand die met grote voorkeur zich uitstrekt in de drek. En zich dan laat filmen. Dat is hij ook. Matthijs van Heiningen. Theo van Gogh. Groot filmer. Groot filmer? Nee. Nee, dat moet hij nog bewijzen. Dat gaat hij nu bewijzen. Maar hij heeft veel te lang gefreewheeld. Hij mag nu... Hij heeft één goede film gemaakt in het begin. En daarna heeft hij dan, ja, wat ik zeg. Prut?
Ja, een beetje, ja, je noemt het dan, hoe heet het? Wat zeggen ze mooi? Cult, dat is geen cult. Dat is onzin. Wat is het dan? Onzin. Maar hij gaat nu een echte film maken, dus nu gaan we het zien. Daar wachten we dan op. Martin Ros? Ja. Is de grootschrijver? Maar we hebben het, waarover, wat heeft hij gedaan al die jaren door? Dat is toch de vraag? Ja, kijk, Matthijs die duwt zoveel geld van een film achterover dat hij altijd low-budget films maakt. Maar ik moet de low-budget films maken van die paar ton die ik dan heb. Dat is toch een verschil. Het is niks. En ik, ja, dat is niet anders. Over het smaak valt niet te twisten natuurlijk. Nee, als ik aan de meeste werken van Matthijs de afgelopen 15 jaar denk, denk ik, ah. Nee. Maar goed, Martin Ros is een grootschrijver. Dat is nou juist de vraag. Ik heb gezegd, hij bestaat uit twee uitersten. Het is de uit. Hij gaat in. Niemand gaat als columnist, als spreker, als schrijver zo ver als hij. Je hebt net aangeroerd aan het punt van het antisemitisme. Niemand kon in Nederland na 1945 dit thema zo aanpakken als hij. Dus hij is een groot schrijver. U heeft het boekje pas of erbij. Dat is zeer goed. Dat zijn uitstekende columns die je ook na jaren... Daar staat die grafzerk op de overleden Piet Grijs. Dat is voortreffelijk. Dat zijn dodelijke steken die hij toebrengt aan iemand die zelf mensen jarenlang vervolgd heeft. Maar wordt u op die manier gerespecteerd in de literaire wereld? Helemaal niet, omdat hij steeds vereenzelvigd wordt met die andere kant, wat ik net zeg, dat hij achter halve garen als ratelband en die broer van Boudewijn Buch en noem maar op, en Veronica, met drekprogramma's, gewoon pure drekprogramma's, en graag inliggen ook, dat zijn die twee uitersten. Ruud Verdonk, drekprogramma's, is de groot tv-maker? Nee, het is geen groot tv-maker, maar hij maakt duidelijk bij Veronica zijn programma's om daar later films mee te maken. Nou, dat vind ik een vrij nobele inzet. Ik vind het ook een beetje onzin, maar goed. Vind zijn programma's bij Veronica vind ik echt... Vind je het Laatste Oor ook een drekprogramma? Nee, wacht even. Ik heb het met name over de hunkering. Over het Laatste Oor wil ik ook nog wat over zeggen. Dan is Theo voorzitter van een discussie met 3-4 mensen. Terwijl hij natuurlijk best op zijn plaats is als hij zelf deelneemt aan zo'n discussie. En dan krijg je een rare half-half, hij is wel en hij is geen deelnemer aan de discussie. Dat is een beetje zonde. Is het zo dat je meedoet aan die tv-programma's, dat je dat doet? Omdat je je films kan te betalen? Ja, daar is mee begonnen. Maar ik doe het vooral eigenlijk ook omdat ik het leuk vind. We hebben de hunkering laatst Nederlands of Engels ondertiteld en aan de BBC laten zien. Ik kreeg een briefje terug, wat een fantastisch programma, we kunnen dat hier niet uitzenden. De hunkering was het we voorbeeld. We kunnen dat hier niet uitzenden. Dat mag niet in Engeland. Maar het is het voorbeeld van een programma waarin ik dan met een BH op het hoofd allerlei plechtige toespraken over de liefde uitspreek. En het hele programma is een eredienst aan het mislukken van de liefde. Doorgaans vinden wij de BBC die brief had geschreven juist een lichtend voorbeeld over de manier waarop wij in Nederland smaakvolle televisie moeten maken. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat je dat zegt. Ken je één programma waarbij de presentator zichzelf zo voor joker zet of een assistente heeft? Of zo kleed. Een dwerg met een asbakje op haar hoofd? Wat te doen in dat programma? Nee, je staat jezelf in de weg. Wat is daar drek aan? Leg nou eens uit wat daar drek aan is. Je staat jezelf in de weg. Op dat soort van momenten zit ik te kijken naar iemand die slecht gekleed is, er geen rekening mee houdt af en toe dat er mensen naar zo'n programma zitten te kijken. Dat doe ik voor mevrouw Plug en dan heeft ze iets om over te schrijven. Ja, maar ik constateer dat niet als mevrouw Plug, maar ik zit daar gewoon zelf naar te kijken. Ik zie dat en ik denk, ja, je zit gewoon jezelf in de weg. Je kunt zo'n programma op een andere manier presenteren, zodat er veel meer mensen naar kijken en dat misschien wel aardig gaan vinden. Gezamenlijke pubers van Nederland. Nou, zo wat? Wat is er tegen de pubers van Nederland? Nee, ik heb gezegd... En waarom mag je niet ook een beroepspuber zijn op televisie? Hoezo? Er wordt gezegd dat het drek is. Ja. Ik zeg niet dat het drek is. Er wordt gezegd dat het drek is. Dat wordt door veel mensen overgenomen. Dat wordt weer doorgeopinieerd. En jij wordt in die drekhoek geduwd. En dat is verdomd moeilijk om daar uit te komen. Het is hier verschrikkelijk gezellig. Heeft u dat wel eens gezien? Wat zegt u? Het is hier verschrikkelijk gezellig. Voor gruwelijk. Een fragment. Ik heb hier mevrouw Van Gogh. Mijn schoonheid. Je bent erover uitgegaan, Theo. Ja, ik ben erover uitgegaan, zeker. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustiger van. Hoe vind je dat, Frank? Nou, dat lijkt me een beetje dom idee, Theo. Ja? Ja, wat jij moet doen, je leven moet jezelf weten, joh. In het kader van de culturele integratie, ik heb haar laten besnijden. Nou, gefeliciteerd. Er zijn miljoenen die dat ook hebben, geloof ik. Ze worden er veel rustiger van. Is dat zo? Ja, serieus. Nou, dan ben ik wel sterk. Dit is mevrouw Van Gogh. Nou, ik vind het wel pijnlijk, hoor, van mevrouw Van Gogh. Waarom vindt u het pijnlijk van mevrouw Van Gogh? Nou, dat ze van u er zo bij moet staan. Nou, ik zal u uitleggen. Ja. Even stil, toe, niet iedereen te weten. Ja. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustig van. Dan moet je ophouden. Echt waar? Ja. Ik heb haar laten besnijden.
Heeft u dat laten doen? Dat vind ik weinig geëmancipeerd dat u dat doet. Maar ze worden er wel rustiger van, moet ik zeggen. En ik dacht juist, misschien kunnen we in het kader van de culturele integratie een werkgroep opzetten voor de VVD, waarin ook de besneden vrouw tot haar recht komt. Weet u, dit is gewoon een onderwerp waar ik verder niet zo zin heb met u over te praten. Echt niet. Blijft u samen gelukkig. Ik wens u het beste. U ook, mevrouw. Meneer Wijsglas, meneer Wijsglas, laat u me nou zo in de steek. Dag, mevrouw. Nou, hoor je niet om te lachen. Dat is drek. Dat is drek. Fatima Aylatik, jong politicus, collega politici van de VVD gezien, die zichzelf kort toch portretteren. Aan de hand van dit, ja, letterlijk en figuurlijk pijnlijke onderwerp. Wat vindt u ervan? Smakeloos. Waarom smakeloos? Ja, dit is geen realiteit. Het is een beetje spotten met iets wat in je hoofd leeft en waar je een beetje bang voor bent waarschijnlijk. Of iets waar je rare ideeën over hebt. Ik snap het niet, hoor, dat je zoiets kunt gaan doen. En dat je daar grapjes gaat maken over besnijdenis. Een onderwerp wat heel erg gevoelig ligt en waar heel veel mensen voor strijden om het niet te laten gebeuren. En dan ga je geintjes over maken. Het is een eretribuut aan de multiculturele samenleving. Je moet respect hebben voor andere culturen. Hou op met je multiculturele samenleving. Hoezo? Hou op met je multiculturele samenleving. Amsterdam is al eeuwenlang een multiculturele samenleving. Jij ontdekt hem nu pas. Je komt nu pas naar Amsterdam. Je ontdekt het er hier. Ik kom niet pas naar Amsterdam. Ik woon nu al 25 jaar. Hoezo? Maar een gevoelig onderwerp. Dat sluit je ook nog zo af. Nog één kort fragment van mevrouw Van Gogh. En daarom zeg ik, in het kader van de culturele integratie, clitorisbesnijding in het ziekenfonds. Een zegen voor ons allemaal, want als wereldburger moet je overal durven kijken. Ja. Blijft smakeloos? Ziekelijk. Hoe erg het doorgaat, hoe vreselijker het wordt. Ja, dat slaat toch nergens op, man. Maar u zegt dus dat er in Nederland niemand besneden zeggen? Wordt. Wat dat wou is je hiermee zeggen? Wat probeer je hiermee te bereiken? Nou, ik volg een logische, consequente denkwijze. Als je respect hebt voor andermans cultuur, hoort dat ook in het ziekenfonds natuurlijk. Dat is toch de premisse die we aannemen? Je hebt helemaal mensen geen respect voor andermans cultuur. Alle programma's die je maakt over een andere cultuur zijn gebaseerd op je eigen angstgevoelens. Op eigen angstgevoelens? Waar ben ik bang voor dan? Ja, dat moet je bij jezelf te raden gaan. Het zegt meer over jezelf dan over die andere culturen. Dat begrijp ik niet. Hoezo? Kijk maar hoe je die dingen portretteert. Kijk, is toch een logische redenatie, of niet? Is niks logisch. Respect voor andere culturen, dus dan neem je ook de culturele uitwassen. Is dat respect? Dan heb je een heel andere invulling van respect dan wat normaal gaande is in de Amsterdamse of Nederlandse samenleving. Wacht even, vrouwbesnijders is natuurlijk wel letterlijk en figuurlijk een pijnlijk onderwerp. Het gebeurt. En Theo van Gogh stelt het hier aan de kaak. Zo doe je dat niet. Zolang hij maakt het is niet alleen smakeloos, maar het is ook nog zo ongelooflijk flauw. En je doet er helemaal niks mee. Dus ik vraag me af waarom je dit soort dingen moet doen. Ik vond het erg leuk, juist omdat ik bij al die politici langs ging om te kijken hoe ze zouden reageren. Mooi gezicht. Waarom laat je het zo zien? Nou, omdat dat, ze hebben toch de mond vol over de verheugenissen van de multiculturele samenleving. Dan kom ik met een extreem voorbeeld en dan zeggen ze, of zeggen ze gefeliciteerd, of ze zeggen, ze trekken een vies gezicht en gaan de andere kant op kijken. Is het satire, Ruud Verdonk? Ik weet niet of het satire is. Ik zou ook niet weten, want als ik ergens op een of andere ontvangst ben en Theo van Gogh komt op mij afgestapt met een vrouw en zegt, dit is mijn vrouw en ik heb haar laten besnijden, of ik dan de keuze heb tussen hem een klap voor zijn kop te geven, me om te draaien en als ik me gewoon fatsoenlijk gedraag en zeg, Theo, wat een buitengewoon smakeloos verhaal heb je hier, om dan vervolgens neergezet te worden als iemand die in deze multiculturele samenleving niet thuis zou horen. Ik zeg helemaal niet dat iemand niet thuis hoort. Ik ga gewoon met mevrouw Van Gogh langs bij meneer De Hoop Scheffer. Dat heb je dan niet laten zien. Die werd er ook heel kwaad over. Ja, terecht. Dus ik geef alleen antwoord maar op serieuze vragen. Doe je dat op het effect of doe je dat omdat je een onderwerp onder de aandacht wil brengen? In dit geval was het een combinatie van effect en onderwerp natuurlijk. Ja, gaat u maar? Aandachttrekkerij. Nee, geen aandachttrekkerij. Wat voor effect heb je hier nou mee bereikt? Wat is het effect wat je hiermee hebt bereikt? Dat je een knipoog geeft naar de heiligverklaring van de multiculturele samenleving. En dat je, wat weet je van de multiculturele samenleving? De wat reacties, weet je er nou bovendien dat je de, wat weet jij er meer van dan ik? Vertel dat dan eens. Bovendien dat je de reacties van de politici laat zien. Die macht hebben niet gewend zijn dat op zo'n manier met ze omgegaan wordt. Ze zegt, jij weet er niks van. Je schrijft er alleen maar over, zit er niet in. Ja, maar kijk maar, alles wat je leest. Als een column is een en al oppervlakkige metaforen en ideeën en scheldkanonades naar mensen toe. Maar je beschrijft niet wat er in die samenleving er is iets heel raars aan de hand in Nederland. Als ik een uitzending maak waarin ik als moslimman me bekeerd heb tot het moslimgeloof, omdat ik zoveel
slechte ervaringen met het zwakke geslacht heb, dat vrouwen achter me moeten lopen, dat ik me daar zo prettig bij voel. Als ik zo'n uitzending maak, dan word ik aangebeld door allerlei vrienden en bekenden van ben je levensmoe of zo? En B, het regent klachten bij de antidiscriminatiemeldpunten, die me dan ook weer gaan opbellen om te zeggen dat ik aan de verkeerde kant stond. En dan moet ik naar de Warmoestraat, dan word ik verhoord door de politie en dan gaat de officier van justitie na of hij een klacht tegen me gaat indienen. Enfin, je mag zien wat je doet. Kijk, jij loopt te zeiken dat zo jouw barend jou wil pakken. Dat vind je vreselijk en daarom pak je haar terug. Maar ik vind het niet vreselijk. Jij doet precies hetzelfde met andere groepen in deze samenleving. Jij pakt bepaalde groepen constant aan. Mensen dan boos worden, dan denk je, wat is dit nou? Jij doet gewoon wat jou wordt aangedaan en dan ga je daarna doen alsof ik beschouw de islam als de grootste vijand die we hebben, met name de fundamentalistische vleugel ervan. En ik denk dat je daar niet heftig genoeg tegen kan verzetten. En ik begrijp niet waarom ik wel het christendom belachelijk zou mogen maken, niet de islam. Mag ik dat echt niet zeggen? Het gaat niet over vrijheid van meningsuiting. Daar ken ik me niet aan. Maar wat ik niet kan. Er ook vrijheid van meningsuiting heeft grenzen. Dit is misbruik van zo'n groot goed als vrijheid van meningsuiting. Hoezo misbruik? Je misbruikt het. Jij plaatst dingen in de verkeerde context, in verkeerde verbanden. Dat je spreekt bepaalde onderbuiten van mensen. Dat vind jij, dat vraag of de samenleving daar maatregelen tegen. Heel veel mensen. Oh, daarom heb je gelijk dat heel veel mensen dat vinden. En daarom heb je gelijk daarin. Nogmaals, ik stel de vraag. Waarom mag ik het christendom wel belachelijk maken of wie ook? En de islam niet. Leg eens uit. Nee, wie zegt dat je het over het christendom jij zegt dat ik misbruik maak van de vrije meningsuiting. Toch waar mag ik geen satire maken op de islam? Als je zegt respect, dan is dit geen respect. Ik heb geen respect. Ik heb geen enkel respect voor geloven. Satire is de islam. Of het nou christenen zijn of islamieten. Je spreekt niet tegen. Je hebt respect voor de multiculturele samenleving. Dat is een ironische opmerking. Dat is dan juist het probleem misschien, hè? Ik vind dat hij daar volledig vrij is. Natuurlijk. Hij moet aanpakken wat hij wil. En die boeken, die drie boeken die ik gelezen heb, die geven een enorme variant van onderwerpen. Dus hij pakt alle onderwerpen aan. Het gaat er alleen om. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar alles kunt zeggen. Dat veronderstelt een zekere verantwoordelijkheid bij mensen. Ja, en die heeft u niet. Nee. Maar hij heeft toch geen. Welke verantwoordelijkheid heeft hij daarbij dan over? Je kunt toch niet zomaar alles zeggen? Hoezo niet? Je kunt niet zomaar alles zeggen. Kun je alles schrijven? Barbara Vlugge. Dat is het grenspunt bij hem. Hij is een van de grenspunten in Nederland die tot het uiterste gaat wat je kan zeggen. Hij overschrijdt dat. Het is eigenlijk puur nihilisme. Het is ook provoceren, dat hoort erbij. Maar hij is, dat is absoluut uniek bij hem. U zegt dat het gaat ten koste van de discussie. Op een gegeven moment gebruik je daarvoor dermate stijlmiddelen, vergelijkingen, beschuldigingen, dat mensen je op een gegeven moment niet meer serieus nemen. Dat vind ik heel slecht, want ik vind het merendeel van de columns van Theo vind ik buitengewoon aardig. En daar heeft hij ook hele intelligente opmerkingen maakt hij daarin. Alleen, ik wil wel discussie als ik hoor dat ik de vrijheid van meningsuiting overschrijd. Wat Ruud Verdonk zegt. Die zegt soms heel aardige punten, aardige columns, maar je overschreeuwt jezelf waardoor je bij wijze van spreken doel. Ik vind dat ik mezelf helemaal niet overschreeuw. Dus ja, ik schrijf op wat ik denk op dat moment en dat is dan de column. Ja. Maar ik vind Fatima zegt vind ik interessant. Dat er een grens zal zijn en die zij bepaalt, en heel veel mensen met haar, van wat ik zou mogen schrijven. Die bepaalt het niet. Het aardige en het beschaafde van dit wet. Die bepaalt het niet. We bepalen het met z'n allen als samenleving. Barbara Plugge. U bent niet een van de grootste vrienden van Theo van Gogh. En regelmatig beschreven door Theo van Gogh. Geef eens een korte samenvatting van de belediging. Achtervolgd. Waarom nog steeds? Het is nog steeds een raadsel. Wij hebben ooit Weekblad Privé een verhaal geschreven over hoe hij zijn vrouw kwijtgeraakt is. Dat is ontzettend pijnlijk voor de man, kan me voorstellen. Daar ging het niet over, hoor. Ik kan een veel mooiere man tegen, veel esthetischer en slanker en prachtiger. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor Theo. Hij heeft gedacht dat ik dat verhaal geschreven had. En vanaf dat moment was ik vogelvrij. Hij kon doen met mij wat hij wou. Wat schreef hij? Hij schreef de meest afschuwelijke dingen. Als ik alle ziektes had die hij beschreven heeft, dan had ik hier dus nooit kunnen zitten. Ik heb geen ziekte beschreven. Ik had de meest vreselijke aandoeningen en... Er was iets anders wat mij opviel in een van die boekjes. Het was een column die op een gegeven moment dus verscheen. En daarin
wordt melding gemaakt door Theo van een reis die u beiden heeft gemaakt. Ja, naar Bogota, naar Colombia. Maar dat stoppen van Bogota waar mevrouw een kind ging ophalen. Ja, Dolores, had ze $500 voor betaald, maar de tandjes van Dolores stonden scheef, dus wou ze een ander kind hebben. Ja. En daar had ik een aardige column over geschreven. En het leuke is ook, kijk, dat is een typisch koekje. Maar laat me even. Dat is typisch... Wil je weten of Barbara Plugge die reis met jou zo prettig vond? Nee, die reis is dus nooit gemaakt. Ik moet het echt niet voorstellen. Maar te leggen even, het heet satirische overdrijving. Ze kent het woord niet, misschien kun je dat dan maar uitleggen. Ik ben even aan de beurt, ja. Is nooit gemaakt. Maar wacht even, want ik heb die column gelezen en er staan gewoon citaten in. U wordt geciteerd. Aanhalings open, aanhalings sluiten. Ja, en dat is het hele probleem. Dat toch veel mensen denken dat ik met deze meneer gesproken zou hebben. En dat zegt de mevrouw die voor privé schrijft. Moet je nagaan. Als Rijk de Gooier een vriendin heeft, wie schrijft dat groot in de privé? Barbara Plugge. Ik schrijf één ironisch stukje over een kind dat we gaan ophalen. Meteen moet ik bij een advocaat komen. En vervolgens zegt Henk van der Meijden tegen haar, laat je niet uit de tent lokken. Want als jij van Theo wint, dan kunnen wij de uitgaven van de privé wel stoppen. Wat een blad als privé schrijft is waar. En het is dus echt... Ik word boos als mensen zeggen van dat wij gewoon maar alles opschrijven. Het komt niet ons hoofd op om iemand te quoten, iemand te citeren die we nooit gesproken hebben. Dubbele punt, aanhalingstekens, openen. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Heeft u hem willen aanklagen? Ja, ik heb het geprobeerd en uiteindelijk heb ik gedacht, ja, god, ze durfde niet, eigenlijk... omdat Henk van der Meijden het niet goed vond. Kijk, mevrouw werkt voor... Nee, wacht even, volgens mij kan ze zelf wel antwoorden. Ja, lijkt me toch ook wel, ja. Nee, wacht even, waarom heeft ze het uiteindelijk niet gedaan? Ik heb een avond voor het kort geding heb ik gedacht, wat ben ik in godsnaam mee bezig. Achteraf hoorde ik ook dat hij 3 televisieploegen had ingehuurd en dat hij daar voor Jan Lul stond voor het gerechtsgebouw. Ik ben er niet geweest, Jawel. Je was heel erg boos. Ja. Niet Bogota, ik heb geen kinderen, dat is absoluut een eigen keuze. Het is niet te combineren met mijn werk. Ik zou niet aan moeten denken waar ik de tijd vandaan zou moeten halen. En dan, maar stel dat het een groot persoonlijk drama zou zijn geweest in mijn leven. Stel, dat kan, dat ik psychiatrische hulp nodig had omdat ik geen kinderen had gekund. Nou, dan vind ik niet dat zo'n man het recht heeft om met jou dan een fictieve reis te maken naar een land en daar... een kind uit te zoeken voor $420 of gulden, wat was het? En te schrijven alsof het werkelijk gebeurd was. Ik vind dat is geen humor, dat is geen satire, dit is gewoon wansmaak. Een koekje wansmaak. Van eigen deeg. En dat, koekje van eigen deeg, noem eens één verhaal wat ik geschreven zou hebben, wat gewoon, wat ik bedacht heb, wat gewoon uit mijn brein ontsproken. Ik ben geen regelmatige lezer van die uitgaven. Ik kan me voorstellen dat je er niet één kan opnoemen, niet één. Nee, kijk, luister. Net op je grote mond. Je hebt zo'n grote mond, Theo. Noem eens één verhaal. Nee, maar op welk moment denk je ineens, Barbara Plugge, die moet ik hebben? Ik was vlees geworden. Een aardig stukje voor het kerstnummer, maar laten we eens een koekje van eigen deeg geven en kijken wat er gebeurt. En verdomme, meteen had ze meester Piet te Den Haag had ze bereid gevonden om tegen mij te gaan procederen. Geweldig. Ik moest daarop komen, ik gaf haar een hand. Ze wendde het hoofd af, het was een mooi gezicht, daar gaat het niet om. Maar het is dat je denkt, mensen die zoveel in de privé shit van andere mensen roeren, die dan zo'n grote geen mond hebben, leugens, als ze één keer op de hak worden genomen, het is ongelooflijk. Martijn Ros? Dat u nu zegt, dat voorbeeld, dat hij dus een reis fingeert en dus dingen u toedicht die niet gebeurd zijn. Dat wordt al jarenlang gedaan in het studentenblad PC. Daar worden ook stukken afgedrukt van mensen die die stukken helemaal niet geschreven hebben. Dat taalt niemand na. Daar lach je om of niet en je gooit hem weg. Maar ineens in het blad. Nu maakt u er werk van, omdat hij het doet. Maar bij hem is het... Je moet dat zien... Als humor. Extreme vorm, ja. Waarom ziet u dit als humor? Nou, omdat het nog verder gaat dan dit. Het gaat nog verder dan dit. Ik heb mijn pols doorgesneden, want ik had liefdesverdriet. Rob Scholten zou... Ik had een onbeantwoorde passie voelde ik voor Rob Scholten. Ja, maar... Ik heb mijn dat is niet echt waar. Ik dacht heel erg... Nee, zo wordt het geschreven. Nee, luister. Zo wordt het dus geschreven. Kijk nou. Ik heb mijn pols doorgesneden om zelfmoord te plegen, omdat ik... Ja, ik kon dat zijn niet er aan. Mensen die het geloven? Juist, dat is het punt. Zijn maar het is toch heerlijk, geloven. Dan komen ze je troosten. Dat lijkt me in jouw geval steeds noodzakelijk. Dus wat dat betreft. Kijk. Goed. Iets gaat anders. Te ver. Fatima, je zegt voortdurend, dat gaat te ver. Wat gaat er eigenlijk te ver? Misschien iets waar flink over geprocedeerd is. Solange Lebovici. U bent literatuurwetenschapper. U heeft antisemitisme bestudeerd, 18e en 19e eeuw. U heeft zich opgewonden over wat Theo van Gogh over Joden heeft geschreven. Kunt u voorbeelden geven?
Copulerende gele sterren in de gaskamer is een bekend voorbeeld. Of over Evelien Gans die vochtige dromen had van mengelen. Er is dat over Leon de Winter met kom we gaan naar Treblinka. En dan gaat zijn geliefde een stukje prikkeldraad om zijn snikkel heen draaien. Dat soort opmerkingen. U vindt hem een antisemiet, waarom? Ik vind dit antisemitische uitlatingen. Antisemitisme, dat zijn woorden. En woorden zijn niet onschuldig. Er is een hele traditie van antisemitisme. Die heb ik bestudeerd. En daar past Theo van Gogh heel goed in. Hoe dan? Beschrijft dat eens? Er is de kwestie van de identiteit van Joden. Hij vat Joden steeds aan op hun Joodse identiteit. Die mensen verheulen hun identiteit niet. Laat me even uitpraten. Ja, ik ga het uitpraten. En voor iemand die zelf met zijn eigen identiteit zit, is dat een soort provocatie. En die vraagt duidelijk weer om een tegenprovocatie. Er is de kwestie van stereotypen over Joden. Joden verdienen hun geld op een oneerlijke manier. Er is een nieuwe in die serie. Joden profiteren van de Holocaust. Hoe je dat ooit kunt beweren, is mijn raadsel. Daar heeft u ook het een en ander over geschreven. Mag ik nu antwoord geven? Wacht even tot ik klaar ben, dan mag u weer even wat zeggen. U neemt het op voor de vrijheid van meningsuiting van ontkenners van de Holocaust. Zeker. Dat maakt voor mij ook dat u, dat zie ik ook als een antisemitische uitlating. Daarmee geeft u mensen te denken dat die zogenaamde historici misschien iets nieuws zouden hebben ontdekt over de Holocaust. Dat is niet zo, dat weet iedereen wel. Dan is er wat ik pornografisch antisemitisme noem, het projecteren van allerlei perverse fantasieën. Dat is bijvoorbeeld met dat stukje prikkeldraad om de snikkel. Dat wordt geprojecteerd in andere mensen. Dat is heel vernederend, heel kwetsend voor die andere mensen. Die kunnen zich daar niet tegen verzetten. Het enige wat je daartegen kunt doen is zelf weer fantasieën daartegen inzetten. Ik heb nog één punt en dat is de grap. Copulerende gele sterren in de gaskamer. De grap is altijd een manier geweest om dingen te zeggen die eigenlijk verboden zijn. Om allerlei verdrongen beelden ook te zeggen die verboden zijn. Als u het heeft over Joden als gele sterren, dan doet u precies wat de nazi's deden. Namelijk, u maakt ze tot dingen, u reduceert ze tot dingen. U gebruikt ook een heel bekend stereotype over Joden, namelijk dat ze zo'n ongelooflijke, obsessieve seksuele honger hebben, dat ze het nog in de gaskamer doen. Dan moet u even gaan reageren, anders onthouden we al deze omschrijving van antisemitische. Ik herhaal ze wel anders. Want het is nog al wat. Theo, ja. Goed. Ik heb dat stukje over dat prikkeldraad. Was Michel Kortzek die mij opbelde, een Joodse meneer, die zei Leon de Winter heeft een hobby, namelijk het verzamelen van prikkeldraad van concentratiekampen. Daar heb ik wat navraag over gedaan en ik heb dat bevestigd gekregen van andere mensen ook. Daar heb ik toen dat stukje over geschreven. Dat was dus niet een satirische overdrijving, dat was een knipoog naar de hobby die mij voorgeschoteld werd. Ik heb destijds een stuk geschreven over Leon de Winter, dat was het eerste stuk wat ik ooit schreef. En daarin heb ik op een verkeerde manier gebruik gemaakt van de sick joke, dat is waar. Wat, ik had over zegt op een verkeerde manier? Ja, het was de kitsch van Leon de Winter die ik tegenover zette wat er echt gebeurd was. Wat vond je de verkeerde kitsch, dan nu? Die kitsch was een uitzending bij Sonja Barend, zodoende heeft Sonja ook die klacht tegen mij ingediend, waarin gesproken werd over de Joodse identiteit. Daar heb ik toen een stuk over geschreven. Die grappen had ik er niet in moeten doen, want die zullen ten eeuwige dagen tegen me gebruikt worden. Vind je dat vervelend? Ja, natuurlijk, want ik heb mijn tegenstanders daardoor onnodig te veel ammunitie gegeven. Maar, want je hebt niet voor niks zo lang geprocedeerd ook. Want ik vond jezelf geen antisemiet. Dat was mijn tweede fout. Dat stuk is totaal niet antisemitisch. Maar ik had meteen de boete moeten betalen toen die kwam. Dan was ik van het gezeik af geweest. Maar ik dacht, ik laat me niet voor antisemiet uitmaken. Dus ik ben 9,5 jaar voor de rechter doorgaan. Ik heb uiteindelijk gewonnen. Maar waarom heb je daar zo'n punt van gemaakt? Ik laat me niet zo voor antisemiet uitmaken. Ik laat me ook niet voor racist uitmaken. Dan schrijf ik terug of als ik voor de rechter word gehaald. Maar waarom is dat zo erg om voor antisemiet of racist Ik ben dat niet, dus dan vecht ik ook terug daartegen. Waarom niet? Maar u maakt wel antisemitische uitlatingen. Dat kunt u niet ontkennen. Dat zijn geen antisemitische uitlatingen. Dan, als dat zo is, dan bent u geen antisemiet. Dan is de schrijver Céline geen antisemiet. En dan bestaat antisemitisme niet. Dit is precies het voorbeeld wat ik bedoel. Hij is de enige die dit doet.
Er is niemand die dit durft. Nou, gelukkig. Is het dat hij is het. Is het. Hij doet is het. Het. En hij doet het op een manier waarvan hij vindt dat er wel weer uitwegen zijn om dat te verklaren. Dat hij helemaal geen antisemiet is. Maar dat hij alleen die mensen die zich dik maken, die pakt hij terug. Dat zegt hij. Matthijs van Aanen, u kent hem goed. Wie? Is het iemand die antisemitische uitlatingen doet? Is het de antisemiet? Nee, ik bestrijd dat echt 100% dat Theo een antisemiet of een racist zou zijn. Kijk, wat hier gebeurt is voortdurend die opmerkingen die hij maakt uit zijn context halen. Die moet je zien binnen de stukken die hij schrijft, binnen als persoon die hij is. Ik bedoel, als je toch zo'n man ziet, hè, even, ik dacht eerst dat hij ze nog verkleed had in die televisieuitzending. Als je dat toch ziet, dan zie je dat als zulke dikke, domme satire is, dat je denkt, ja, dit kan je dus niet serieus nemen. Maar hij snijdt dus wel, om even in de beeldspraak, hij snijdt dus wel gewoon een probleem aan. En hij is de enige die dat durft. Mag je het op die manier aansnijden? Ik denk dat ik juist in die belachelijke Nederlandse maatschappij, waar alles in consensus en poldermodellen gebeurt, dat je het juist moet doen. En zeker bij de is het satire? Mag het op deze manier? Het is misschien wel satire, alleen het punt is, die discussie is helemaal niet gekomen. Wat is blijven hangen zijn precies die paar opmerkingen die jij heeft gemaakt. Ja, dat kan wel gepubliceerd zijn, maar het gaat erom. De discussie op zichzelf, die is hem niet gekomen naar een van die stukken. Dat is te wijten aan het feit dat hij zelf heel breed voor die discussie springt. Door opmerkingen te maken, door vergelijkingen te maken in zo'n stuk. Waarvan je denkt, verdorie, wat je doet is alleen maar de aandacht op jezelf vestigen. Niet op het onderwerp. Wacht even, toen ik voor de rechter stond 9,5 jaar, was dat niet op eigen verzoek. En de vrijspraak stond op pagina 7 links onderaan en de veroordeling op de voorpagina. Ik kom uit een familie van verzetsmensen, zal ik maar zeggen. Ik had zoiets van, ik ben opgevoed op die manier. Ik laat me niet op zo'n manier, laat ik me terzijde schuiven. Martin Ros? De hele riedel die mevrouw Leibovitz net heeft opgelepeld, met al die citaten, dat is niet niets. Daar kun je in Nederland, ook 50 jaar na de oorlog, nu de Holocaust meer in discussie is dan vlak na de oorlog, dat kan gewoon niet. Je kan het toch die mensen niet kwalijk nemen? Natuurlijk vinden die zich erover. Maar mijn studie ging over iemand die 1957 was geboren. En niet over de mensen die in de oorlog het overkomen is. Die ondergaan dat. Die zijn nooit gepakt door mij en ook niet aangevallen op de manier waarop ik Leon heb aangevallen. Maar zo ondergaan ze het toch? En dat kun je toch niet ontkennen? Dat ondergaan ze nu wel. En dat roep jij op. En dat is dat vuur wat jou tot een monsterreur maakt. Mag ik daar een kleine op? Ik bedoel, als Theo datzelfde stukje geschreven zou hebben over Maarten het Hart, die gebruik maakt van zijn gereformeerde identiteit, had niemand daar. Misschien, ik had er hartelijk om gelachen, maar niemand had daar één opmerking over gemaakt. We hebben ook een iets andere geschiedenis. Mij staat bij dat Theo ook wel eens een keertje voor de rechter is geweest vanwege christenhonden. Zeker. Ja, nee, dat was Theo de Hond. Nee, maar ik ben ook voor het christendom. Ja, ik ben toch deze hof binnenkort daarvoor. Ja. Ja. Maar u zegt nog steeds, hij mag dat niet doen. Nee, hij mag dat niet doen. Niet omdat het een taboe is, want het is geen taboe. Het is verboden bij de wet. Waarom zegt u dat niet over Koot en Bie, die dezelfde soort grap hebben gemaakt? Of over Freek de Jonge? Die hebben niet dit soort. Nee. Lang niet. Die hebben nooit dit soort. Ik zal ze hier. Nee, jij overtreft ze allemaal in je volume. In je volumineuze polemiek. Dat is verschrikkelijk. Hebben wij zo iemand nodig in Nederland? Nou, dat is dus de vraag. Mevrouw Koper, waarom? Dat is mijn vraag aan jou. Waarom doe je dat? Waarom loop je met die rattenvangers, ratelband en die broer van Buug? Dat zijn smerige individuen. Daar maak je programma's mee. Ik mag geen smerige individuen. Waarom doe je dat? Ik mag geen smerige individuen. Hoezo? Maar waarom doe je zijn die dat smerige individuen dan Martin Ros? Nee, waarom toch? Zoek je die uiterste? Geef even antwoord op die vraag. Nee, waarom doe je dat? Ik geef antwoord. Ik zeg. Ik vind Emil Ratelband vind ik een artiest. Iemand die erin slaagt om de raad van bestuur van Philips voor 30.000 gulden op een middag 2 uur lang over hete kolen te laten lopen. Ten overstaan van het joelende personeel. Dat vind ik iemand die iets kan. En wat betreft Menno Boegt heb ik een uitermate leuke tijd mee. Dat vind ik een aardige jongen. Ja. Gek, hè? Ja, maar ja, goed, hiermee geef ik dus een verklaring waarom jij in die hoek gezet wordt. Gaat het mensen... Gaat het maar, Elatik? Vinden dat niet? Volgens mij gaat het er daar niet om nu ook mensen aan te halen die in diezelfde categorie of genre bezig zijn. Ik denk waar het om gaat is waarom, mijn vraag naar jou is, waarom doe je dit? Waarom wil jij dit soort discussies in de samenleving waarvan jij waarschijnlijk vindt dat
dit vind je heel erg, want je schrijft over dingen die je erg vindt en die je ziet. Maar waarom doe je het op die manier? Het is sarcastisch, het is bijna niet eens meer serieus te nemen, omdat het is zo giftig, het is zo negatief. En ik denk, als het doel is om daarmee een discussie op gang te brengen, dan doe je dat niet op die manier. Ik zie mezelf als een voorganger van de nihilistische gemeente. Ik getuig daarvan. Als ik over de multiculturele samenleving schrijf, dan doe ik dat toch heel serieus? Dan krijg ik toch geen antwoord? Als ik schrijf dat de multiculturele samenleving is uitgevonden om het schuldgevoel van blanke miljonairs als Paul Rosemuller te delgen in hun witte buitenwijken, is dat toch een serieuze opmerking? Solange Lebovici, wat moet er gebeuren? Als u beledigende opmerkingen maakt over Marokkanen, dan valt dat in een context, in de discussie die op dit moment bezig is. En dan roept u op tot haat en ik vind dat dat niet mag. Toen bij mij om de hoek de fietsenmaker door een Marokkaan werd neergestoken, omdat zijn band niet tijdig was gerepareerd, las ik in geen enkele krant dat een Marokkaan was. Je hebt zelf in het percentage van de jeugdcriminaliteit op Marokkaans is ongeveer 40%. Dat lijkt me een heel serieus iets dat je dan daarbij vermeldt dat het een Marokkaan is. Ik begrijp niet waarom dat het aanzetten tot haat is. Het is het openbreken van een discussie die blijkbaar niet gevoerd mag worden. Maar je breekt hem niet, Fatima. Wat jij doet is, je scheert dan een hele groep over één kam. Want geen enkele Marokkaanse jongere kan het bij jou nog goed doen. Kijk maar hoe je over ze schrijft, kijk hoe je over ze praat. Uiteindelijk, ik heb een Marokkaanse stand op comedian in een nieuwe film zitten. Hoezo kan geen enkele Marokkaanse jongen het goed bij mij doen? Wat is dat voor vrouwenkul? Ik schrijf er voortdurend bij bovendien dat niet voor de hele groep geldt. Het is niet waar wat je zegt. Je citeert verkeerd. Nee, kijk, het punt is dat Theo doet alsof hij alle kranten heeft. Man. Dat is niet het enige terreur van doe is normaal, man. Hoezo moet ik normaal doen? Wie ben jij om mij dat te vertellen? Ruud. Kijk, Theo doet alsof hij alle kranten heeft gelezen in de tijd. Bij die steekpartij, bij die fietsenhandel. Hij heeft ze niet allemaal gelezen, want een van de punten waar de kranten vrij snel achter waren, één dag later namelijk al, was hoe moet je ermee omgaan dat de dader een Marokkaan is? Dat is een discussie die ook bij ons op de krant is gevoerd. Op dat soort van momenten komt wat Theo in zijn columns probeert aan te wakkeren, komt op dat soort momenten door de praktijk. Toen ik het omriep, kwam het eerste telefoontje van het antidiscriminatiemeldpunt binnen. Hoe moet hij het dan wel doen? Hij moet het volstrekt zelf weten hoe hij het doet. Het enige wat ik constateer is dat hij voortdurend zichzelf in de weg zit. Barbara Pluff, welke moet hij wel gebruiken volgens jou? Hij moet één talent, wat hij kennelijk van zichzelf een groot talent vindt, is hij moet niet meer mensen doelbewust kwetsen. En dan als je zoveel, wat moet hij doen? Moet hij veel films gaan maken? Het probleem met Theo is, dat er zijn twee, hij is een soort schizofrene uitingen. Je hebt twee of drie, misschien wel vier Theo van Gogh. Maar de columnist is totaal anders dan de interviewer en de filmmaker. En hij moet gewoon en dat bedoel ik steeds met dat versnipperen, daar moet hij mee stoppen. Hij moet gewoon stoppen met dat column schrijven. Hoe doen we dat, Martin? Hij houdt, dat zou ik bij willen aansluiten, hij houdt zich bezig met enorm veel sociale en politieke vraagstukken. En het topje daarvan, dus daar spreekt hij. Waarom zou hij dat niet... Waarom zou hij dat niet mogen? Heb je wel eens gekeken naar die programma's van 12 uur 's nachts ongeveer? Die debatten die hij dan voert, die doet hij voortreffelijk. Want daar raakt hij de problemen aan en hij gaat laten zijn mening en die zijn mening en die zijn mening. En dan krijg je dat doet hij voortreffelijk. Dus wat u zegt, dat doet hij niet. Dat is die drek. Dat is die drekkant. In die programma's houdt hij zijn mond en daarom zijn ze goed. In die programma's houdt hij zijn mond en daarom zijn ze goed. En dat zegt de mevrouw mijn misbruik van vrije meningsuiting verwijt. Dat is toch opmerkelijk hoor. Dat u me vergelijkt met Céline vind ik wel een eerbewijs overigens. Dat wil ik graag toevoegen. Jammer. Alleen wat dit antisemitisme betreft, verder niet. Zou je het überhaupt willen om iets te doen wat in de maatschappij goed valt? Want ik heb allemaal films over de liefde gemaakt die min of meer te goed gevallen zijn. En andere uitingen zijn ook vaak met respect bejegend, dus wat dat betreft, ja. Ja, wat Matthijs van Heiningen zegt, die zegt je versnippert te veel. Ja, ik kan me geen leven voorstellen zonder dat ik die dingen doe. Want ik vind televisie maken ook leuk en een stukje schrijven ook. En een film maak je één keer in de twee jaar. Wat Martin Ross zegt, die twee uitersten. Iemand schreef ooit over jou de Nederlandse Jekyll en Hyde. Ja, schizofreen is nooit alleen. Ik weet het niet. Ik denk er zo over, dus schrijf ik het zo op. Iemand wordt meestal, als hij wat ouder wordt, milder. Ja. Word jij milder? Ja. Ik ben geslagen door de geestel der mildheid, ja. Vind je erg? Ja, in zekere zin wel. Maar ik denk dat het onherroepelijk is. Je wordt ouder, dus overkom je dat. Maar waarom vind je het erg? Omdat je dan de imago kwijt bent? Omdat je een deel van jezelf kwijt bent? Dat kan mij helemaal niet schelen. Nee, maar de felheid van vroeger gaat er wel een beetje af natuurlijk.
Hoewel, als ik met Fatima in gesprek ben, dan denk ik, ja, ik heb toch nog een goed standpunt te verdedigen. Ja, er komt iets moois naar boven, laat ik het zo zeggen. Zoals je erbij zit, zo kennen we je. Zoals je reageert, kennen we je. Zoals je schrijft, kennen we je. Kun je in een klein land als Nederland veranderen? Of zit je voor eeuwig vast aan die rol van jou, de rebel? Je bedoelt dat ik een professionele rebel ben of zo? Ja, het heeft nog geen windeieren gelegd in financiële zin, maar dat is nooit de opzet geweest. Nee, maar ik bedoel, kijk, je wordt milder, zeg je. Ja. Maar ergens blijf je natuurlijk altijd die rebel. En ergens heb je dat schizofrene in je. Dus je hebt een mooie, aardige kant. Je hebt ook een kwetsende kant, een harde kant. Ik heb mezelf omschreven als een predikant van de nihilistische gemeente. En in die stukjes komt dat predikantschap het best naar voren. Je hebt een zoon, hè? Ja. Die betekent veel voor je, Leeuw. Wat leer je die over het leven? Ook dat hij vooral een nihilist moet zijn, dat het zijn leven niet zoveel zin heeft? Nee, ik hoop natuurlijk dat mijn zoon ooit bij de padvinderij gaat en heel gelukkig. Nee, serieus, wat leer je zo'n zoon over het leven als je er zo zelf over denkt? Nou, ik denk dat je als ouder voornamelijk erachteraan kan hobbelen en alleen maar kan proberen om van hem te houden en een soort gevoel van veiligheid mee te geven. Veel meer is er niet. Hij zal het toch allemaal zelf moeten doen later. Wat vertel je hem over hoe je met mensen om moet gaan? Mag hij rücksichtloos iedereen beledigen? Nee, het is een lief jongetje. Hij beledigt geen mensen. Nou, ja, nee. Ik hoop wel dat hij... Als hij het wel doet, corrigeer je hem dan? Of zeg je van, nee jongens, hartstikke goed, doe ik ook. Wel, hij heeft wel eens gezegd, zijn leraar was een homoseksueel. Hij zei, getverdemme homo's. Ik zei, nou, je vader heeft ook wel eens met een man in bed gelegen. Was het even stil. En toen kwam ik hem later op school ophalen. En toen schalde zijn stem over het schoolplein. Mijn vader is een homo! Dus ik dacht, misschien is dat, heeft dat met goede opvoeding te maken. Ik weet het niet. En als hij zelf beledigd wordt, hoe moet hij dan reageren volgens jou? Heel hard terugslaan. Zo hard mogelijk terugslaan. Je hebt jezelf heel erg afgezet, hè, tegen je jeugd in Wassenaar. Valt wel mee. Ja? Nee, ik had het geschreven, ik lijk aan een gelukkige jeugd. Dus wat dat betreft, nee, het valt wel mee. Maar ik hou me in tegen mevrouw Solange, omdat ik denk, wie gaat natuurlijk opnieuw preluderen over de oorlog en alles wat daarbij hoort. En dat is een strijd die ik nooit kan winnen. En nogmaals, ik had die grappen nooit moeten maken in het stukje. Want het heeft me een tegenstander, zoals ik zei, onnodig veel ammunitie gegeven. Maar de inhoud van wat ik schreef, daar sta ik nog altijd volledig achter. En heb je al spijt betuigd? Ik heb wel spijt betuigd, jawel. Maar niet in deze zaak. In welke zaak? Ik had een keer een recensie geschreven over een stuk wanneer wij doden ontwaken. En toen schreef ik dat Kitty Courbat was in de lorem en Peter Oosthoek was stoned van zijn chemotherapie. En toen kreeg ik een, helemaal aan te geven hoe goed ik die voorstelling vond. En toen kreeg ik een briefje van Peter Oosthoek. Beste meneer Van Gogh, weet u middel tegen kanker? Ik heb een briefje teruggeschreven, geen Ibsen spelen. Nou, daar heb ik dan wel spijt van. Dat heb ik ook in het openbaar wel eens bekend. Word je milder met de jaren? Ja. Na nu nog milder bedoel ik? Nou, waar houdt het op? Word je degene zoals Fatima en Solange Leibovici graag zouden willen zien? Iemand die zijn scherpe geest gebruikt om dingen wel te omschrijven, maar op zo'n manier dat wij als maatschappij er wat mee kunnen? Nou, als ik iets met mijn scherpe geest kan doen, is het voorkomen dat ik in het beklaagde bankje van die dames en die dames zit en dat ik nooit meer mijn mondje open doe, want daar gaat het nou juist over, geloof ik. Jawel, daar gaat het wel over. Wat jij wil en wat mevrouw wil is in wezen dat ik nooit meer wat schrijf. Dat mijn mond gesnoerd wordt. Nee, helemaal niet. Jawel. Zou je ooit een andere manier kunnen schrijven? Of ben je dan geen goede columnist meer? Nee, ik vind dat een column moet een mixer zijn van amusement. Het moet goed geschreven zijn, maar het moet ook iets beweren. En liefst in mijn geval een provocatief standpunt. Dus daar doe ik altijd erg mijn best voor. En je hoopt dat je zoon later trots die column zit te lezen? Dat kan me helemaal niet schelen. Ik hoop dat hij gelukkig wordt. Dat is het enige wat telt. Dat hoop ik voor jou ook. Hartelijk dank, Theo van Gogh. Dank je wel. Ik zou niet kloppen als ik jou was. Hij zei, ik zou niet klappen als ik jullie was, maar ze deden het wel. Dit was het Zwarte Schaap van vanavond. Volgende week een nieuwe aflevering, dan met iemand die ook opvallende en extreme uitspraken nogal wat mensen tegen zijn haren instrijkt. Dat is namelijk de cultuurfilosoof Wim Riedijk. Nogmaals hartelijk dank allen u voor uw bijdrage. En Theo van Gogh? Wat nu? Vanmorgen lekker slapen. Ja, maar is die Sonja toch? Ze durft niet. En gezond weer op en het geldt voor u ook.